Sassoon de twa nije supermerken bouwd worden troch Burggraaf onder Ljouwerter Diek. De boeren steen er nog gewoon, maar het is wist dat Albert Heijn en Lidl bouwd worden zullen troch een oerbedrijf. Albert Heijn hier het project al oerkocht van Burggraaf. Dat zaakje is volledig in handen van Albert Heijn. Wij doen dus zaken met Albert Heijn en Burggraaf spelen daar wat betreft dat punt geen rol in. Het enige wat koer dat hij dat bouwen zou en we weten net hoe dat komt. Hij is van de bouw al helder, zei Albert Heijn. Als Albert Heijn dat zei, zal dat zeker zijn wijze. Wij weten dat net. En dan is er nog het oude project dat al hierin op stapel stiet. De gebouwen Jonken het Sjoekelaan. En dat stiet heeg op de bouwagenda van Burggraaf. De gemeente zal alle wat doen om deze pannen in handen te krijgen. Morgen wordt één daarvan filed. De gemeente had de opdracht gekregen van de RIE van Frenchere Deel om dat probleem daar op te lossen. We hadden een meisje met twee gebouwen. Die zijn allebei in bezit bij verschillende eigenaars. En een van de mogelijkheden om dat op te lossen is om een van de beide gebouwen in elk geval in beheer te krijgen. En we zullen zien, morgen wordt het gebouw veld, we zullen zien wat de nieuwe eigenaar wordt. Jim Schillenbodwan. We hebben nou toevallig een oerlijst binnen het college en dat is een punt wat straks besprutsen wordt. Ik ken daar geen mededeling over de waan.